We eindigen het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond is nog een enkele bui mogelijk, maar daarna blijft het droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel, mogelijk mist in enkele gebieden. Morgen, donderdag 26 oktober, zal er kans zijn op een enkele bui in de middaguren, overwegend voor het kustgebied. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius. Dat waren de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd. We zijn zo bij u terug met het buitenlands nieuws.